aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Beste kijkers, het is weer zoiets smerig weer, je ziet het wel. Maar dat wil niet zeggen dat het in de tuin niet mooi is, want nu krijgen ze die mooie herfstkleuren. Ik ga eens even naar Diana toe en eens vragen wat ik het beste in mijn tuin kan gaan doen. Hé, hey, Diana, we gaan voor eer. Ik ga zelf even de kikkerie in Rieton, om die eens te laten zien wie schoon de buimen verkleuren zijn op dit moment. Ja, ik heb wel geen laarzen bij mij, maar dan moet er heel even kijken, niet dat ik dan in de toren ga. Nee, dat kan er wel een oplossing voor. Kom maar met. Dan moet je toe eens niet meer binnen. Moet er voor wie drieën, Diane? Nee, hier vlak niet. Het is tegenover Ton, maar het is gewoon een beetje pratje regenaat. Dus, gewoon eens even kijken in het stuk Wikkerino. Dan zal ze ook zien wie schoon de buim op dit moment een verkleuren zijn. Maar ook nog dusdanig in blaad zitten dat we ze nog niet uit de volle groei kunnen halen. Dan komen jullie natuurlijk wel vragen van ja, kunnen we nu al buim poten? Nou, nee, nog even wachten. Ze zullen zich versteld zijn van wat nog een blaad zit en wat nog wel kaal is. Wat zijn dit voor bomen? Die zijn er behoorlijk groen. Dit zijn de parotia's. Ze blijven nogal redelijk lang in blaad zitten. Maar de zus hoogte dat die nu beginnen te verkleuren. Dus dat is ook dadelijk een ganse mooie oranje-rode boom. En dan gaat er zijn blaaier verlezen. En dan is ook pas de tijd dat weer ze uit de volle groen kunnen halen. Okay. Dus zolang de blaaier nog traan zitten, doen we ze nog niet uit. Ja, deze is behoorlijk groen, Isaac. Ja. Ja, dit is een liquid amber in bolvorm. Die blijven echt nog echt behoorlijk lang in blaad zitten, Ton. En ja, ze is nog hartstikke groen. Daarna hebben ze zelf in het type boom staan, maar dat is al helemaal een verkleuren. En dan begint de blaaier al behoorlijk te verlezen. En dat gaat dus met die ook dadelijk gebeuren. Dat heet ook gumball. Net zoals die vreugde die gumballed. Moest ze dat maar slaken iedere keer en iedere keer kreeg ze een andere kleur. Andere kleur. Ja, dat is eigenlijk een beetje ook het idee. Wat ze hiervan moest krijgen. Zo meteen begint er langzamerhand, en dan heeft er ook al die kleuren van, al die herfstkleuren, die prachtige herfstkleuren. Wat zijn dat voor rode struikjes wat daar staan? Dat zijn bosbessen. Bosbessen? Ja. Oh, daar kunnen we gaan plukken. Ja. Oh, daar kan er geen meer aan. Ja, nee, die waren nu dadelijk ook kaal. Ze zijn nu ook gans mooie rode kleuren. En die beginnen ook alweer nu je bloemen te vormen, dus nu je vruchten voor het volgende zomer. Die is wel een hele paardenblaaier. Wat is dit vergeten? Ja, dit is een ginkgo. Ginkgo biloba. Ginkgo is eigenlijk een Japanse notenboom. Is een boom met een ontzettend grote kracht. Het overleeft zelfs atoomexplosies, wie ze wel aan het zeggen. Helpt tegen MS, hart- en vaatziekten, onder andere dementie en Alzheimer. En dat kan inderdaad, zo'n boom kan nog duizenden jaren oud worden. Maar goed, er wordt inderdaad vaak in medicine wordt er inderdaad gebruikt. Geneeskrachtige werking heeft er. En kun ik dat nu wel omplanten of zo? Dat kan ze nu nog niet omplanten, Ton, omdat er nog volop in het blaad zit. Net ja, want zullen we het wel hebben. Dat kan. Maar dan moeten ze nog even een. Ik zou nog ongeveer nog een week of 2-3 wachten. Dus het zal ergens begin december zijn. Nou wachten we het even af, dan zit er in ieder geval erin met de kerstcadeautjes, heb ik hem. Is goed. Diana, wat is dit? Dit is een amelanchier, krentenboompje. Begin van het jaar prachtige witte bloesem. Begint nu al nieuwe bloemknoppen te vormen. Voor dadelijk op het voorjaar, waar die mooie witte bloemen komen. En dat begint nu ook heel mooi te verkleuren. Dat is normaal door het jaar erg gewoon groen. Ja, en dus is het nu zuur, zet je een hele prachtige herfstkleur. Nu staan we hier bij een Cersei di Film. Hartjesboom, Judasboom. En zoals ze zus normaal, blad is ook de vorm van een hart. Door het jaar her is ze gewoon mooi groen en nu begint hij ook helemaal te verkleuren. Nu is er geel en de zus al in de blaadjes eigenlijk dat er langzaam ook nog het rood oranje geit. En dus bij deze ook weer hetzelfde. En zodra die blaaier gevallen zijn zo meteen, dan pas kunnen we weer hem uit gaan doen. Och, hier zitten nu knipjes aan de buim al.
Dit klopt dan, dit zijn kornissen. Er zitten gigantisch veel bloemknoppen in. Dat is ook heel belangrijk dat mensen dit soort bui met een vuurjaar bloeien ook meteen direct naar de bloei terug sneuien. En dan gaan die ook weer gedurende de zomer en herfst gewoon nu je bloemknoppen vormen. Oh, dan krijg je wel een hoop witte bloemen nog in het vuurjaar. Het is een hele prachtige aanwinst voor die vuurtuin of de achtertuin natuurlijk. Bloeien natuurlijk ook best wel een behoorlijke periode en is gewoon echt een blikvanger voor in de tuin. Dus dan moet je eigenlijk in het vuurjaar planten dan, of nu? Nee, dat is nu dadelijk, zodra ook hier weer de blaaier volledig van gevallen zijn, ton, dan pas kunnen we ze oedoen en kan sticht die poten. Dus nogmaals, het najaar is nog altijd de beste tijd voor een boom in de grond te zetten. Mer, wat is jouw kleuren? Ja, ton, inderdaad. Het zijn nogmaals, het zijn weer die liquidambers, die wat ongeveer, ja, ik zeg altijd alle kleuren van de regenboog. Dat is niet het gans hoor. Maar we gaan nu eens even naar een plaats hè, waar mensen ze in de oprit hebben staan en dan een leivorm. Dus als ze zien wie dit goed ziet, als die hier uit de kwekerie ingebonden werden en dan ergens eigenlijk in de tuin geplant staan. Ik ben erg benieuwd. Kom maar, ik ga van heel gauw kijken. Hey Diana, dat ziet er prachtig uit, zeg. Ja, dit zijn dus inderdaad... Het zijn die amberbuien, maar nu zien ze eigenlijk ook in die leivormen zitten. Op een oprit. Het ziet gewoon prachtig uit. Dat jaar her zijn die mooi groen en nu is ze gewoon een mooie pracht en praal. Een kleurenpalet. Maar wanneer moet je nu trucje nu hier? Want ik denk dat dat nu langzaam moet gebeuren, of niet? Ja, deze kennen inderdaad, zodra die blaaier dadelijk allemaal gevallen zijn, kennen ze die eigenlijk kans dat op die arm kunnen die truc geknipt werden. En dan gaat er ook weer meer tekstjes vormen en ja, volgend vuurjaar zit het weer hartstikke vol, is er ook heel mooi dicht. Dus je moet wel eerst wachten tot alle blaaier er vanaf zijn? Ja, ik zou wel even wachten tot de blaaier eraf zijn, dat is voor de boom ook beter. En dan is er een rustfase zo meteen en dan kan ze hem ook mooi knippen. Hé hey Diane, dit is ook chic, chic. Wat is dit? Ja Ton, dit zijn ook die ginkgo's wat we straks in de kwekerie zagen, die Japanse notenboom. En dus is hij in deze vuurtuin hebben de mensen ze gebruikt voor een dakvorm te maken. En nu zien ze ook wel dat deze al prachtig in verkleuren zijn. Ja, het is gewoon ook een mooie aanvulling van de vuurtuin, de achtertuin. En ik zie in de kind ze eigenlijk in alle vormen laten groeien. Hè? Ja, dit zijn dakvormen inderdaad. Maar deze kent ze ook een leivorm, een bolvorm, een treurvorm en een zuilvorm. Daar hebben ze ook wel verschillende uitvoeringen in. Dus trouwens, vaak komen mensen als die blaaier gevallen zijn. Er komen vaak mensen die komen zich die halen, die duwen zich in de tassen. Die geluiven. Wacht, dan zal ik me eens een paar oprapen hier, zeg. Brengt geluk. Brengt dat geluk? Ja, dat brengt geluk. Ja, dan kom ik dadelijk al nog in staatslood, ja. Dan delen we wel de opbrengst, Ton. Net gewoon verdelen, maar vooral eerst zeg ik tegen de kijkers bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot de volgende week. Die Limburg plant met... aanpoten. En dan poten we weer een stuk schaan. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg plant.